Goedemorgen allemaal. Ik sta met mijn jas aan binnen, omdat ik zo naar buiten loop, de tuin in. En ja, de sneeuw is doorgezet. Dus het heeft vannacht gesneeuwd en het ziet er naar uit dat het straks ook weer gaat sneeuwen. Ik ga even de tuin in, jullie even het een en ander te laten zien. Geertje is door met het project stug, ondanks de sneeuw. En er staat hier een kleine raaskal hier. Die wil eruit, dus dat gaan we ook doen. Dit moest je even zien. Hij gaat achter de vogels aan. Vogeltjes die worden gevoerd door ons. Lullo. Nou ja. Die vindt sneeuw helemaal goud. Ik wil even kijken hoe het hier met mijn plantjes is. Ik heb ze toegedekt bij de wortel en de stam. Maar de kolen en de... de palmkool, de boerenkool en de rode kool niet, maar de snijbiet wel. Geen idee of ze het gaan overleven. Ik heb hier nog een ui staan. Daar. Die ziet er ook nog steeds goed uit. Maar ze hebben wel wat te lijden zo te zien. Kijk hem sjouwen, die jongen. Kijk hem sjouwen. Kijk hem sjouwen. Ach, hier zit zelfs nog blad aan de struik. Tjonge, jonge, jonge. Het is ook wel gelijk guur, zeg. Oeh. Gier die heeft zich voorgenomen om vandaag met de trap verder te gaan. Ik vind het niet zo slim, maar... Ja, hij wil per se een trap maken. Kijk, want hij heeft een soort noodplatform gemaakt. Maar ja, de trap is vrij leeg nog. Dus dat... Dat gaat niet om zo naar binnen te komen. We gebruiken dus de balkoningang. Die kant gaan we ook gauw op. Dan gaan we deze kant op. Kom. Hij wil niet. Hij vindt het leuk. Nee, we gaan niet naar beneden. Wat gaan we doen? Ik weet niet of je het weet, maar je zit aan een lijntje. Lillo. Kom eens. Nee. Wat ben je nou? Nee, dit is een heel gevaarlijk trap. Het is hartstikke glad, jong. Zo, hij is. Zo, oké. De bazen moet eruit. Mijn laarzen uittrekken. Ja, we hebben natuurlijk nu op het balkon niet zoveel ruimte. We hebben natuurlijk een Arctic hallway, zoals ze dat noemen, of doorway voor. Maar ja, die hebben we niet hier. Jij zit vast, waar ben je nou helemaal ingelopen? Het is een zoutje. Zit je op je kleedje? Zo. Kom hier. Eerst even koffie. Ja, dat is een goed idee. Even die los. Ach, wat een onhandig ding. Zo. God. Pinky. Nou. Koffie. Wat je hier allemaal ziet, de puinhopen, een verknipt sweatshirt, een afgekloven oude muts, naaipatronen. Wat dit is een patroon voor een jasje, een hondenjasje. En ik heb hier een jas die ik bij Kik in Duitsland heb gekocht voor 3 euro. Die is me te dun. Dus daar ga ik een jasje van maken voor die kleine. Ik heb al een testmodelletje gemaakt. Het testmodelletje is deze. Van dat oude t-shirt of sweatshirt. En daar moet ik het een en ander aan veranderen. Maar het past wel. Ik kan hem even laten zien hoe het staat. Pinky. Ga je daar zitten? Ook goed. Kom hier, doe ik even je jasje aan. Kan je het even laten zien? Ja, waar ben je mooi? Nou. Hij past wel aardig. Maar ik vind die mouwtjes niet leuk. En hij is een beetje te slap onder zijn buikje. Maar het model is voor 80% goed. Dus ik ga een jasje voor hem maken. Dan komt er een rits bovenop zijn ruggetje.
met een ring. Heb ik geplast? Ja, hij heeft geplast. En wij gaan even lekker koffie drinken. Is jullie zo. Dan gaat hij in zijn mandje liggen. Dus komt eruit. Beetje donkerder. Maar daar doet hij 10 minuten over ongeveer. En is top. Je bent bij je aan het snotteren, Geer. Nou, wat denk je erbij? Te kou, hè? Dan gaat mijn neus krijgen. Een lopende neus. Een lopende neus. Een lopende neus. Proost. Ja, prutje. Je hebt je banden er nog niet op gegooid, zag ik. Ga ik zo doen. Aha. Dat is een van je karweitjes. Dat kun je zo doen. Anders ga ik niet denken. Nee, want het is spekglad buiten. Er was gisteren een ongeluk gebeurd. Bij Ekenenscheun was een vrachtwagen geschaard en van de weg geraakt. Ja? Eerste gladheid. Gebeurt altijd gelijk. Nou kostte de jacket niet veel, maar het is wel raar om in een nieuwe jack te knippen. Die jasjes die kosten op Amazon voor honden, zeg maar, 20, tussen de 20 en de, nou, 50, 60 euro. En dan zal het ongetwijfeld liggen aan de kwaliteit van de stof. Maar ik heb er eentje geprobeerd te bestellen en die kwam gewoon niet aan. Die werd niet verstuurd. Toen heb ik gebeld. Toen zei ze, ja, dat wordt allemaal... dat wordt eigenlijk een soort op bestelling gemaakt in China. Dus die gasten zetten allerlei foto's op Amazon. En dan bestel je iets en dan denk je dat het bestaat. Maar nee, dat hebben ze gefotoshopt. En dat bestaat gewoon nog helemaal niet. Dus deze heb ik van een heel klein tekeningetje. Waarbij ze aangaven, teken vierkantjes. En ieder vierkantje moet 3 vierkante centimeter. Of tenminste 3x3 centimeter zijn. Dus 9 vierkante centimeter. En uiteindelijk moet dat dan zo aan elkaar. Dubbel en dan nog een keer deze. Dus dit is de helft van het patroon. Dan naai je dat vast. Dan naai je die vast. En dan is dit het buikgedeelte en dit gaat naar zijn ruggetje. En hier komt dan een rits in. Eenvoudig genoeg. En kraag. Geen aanwijzingen voor de rest, alleen de tekening, maar het is me ook gelukt. Hé, hey, hallo. Kijk maar. Het is ook gelukt met deze jongen. Nou, daar ga ik allemaal mee stoeien vandaag en ik laat het wel zien als het in elkaar zit. Of een beetje in elkaar zit. Ik weet niet hoe ver ik kom, want ik wil ook dus nog een appeltaartje bakken. Oké, dan zijn in ieder geval de ritsranden afgewerkt. En aangezien die kleine nu wakker is geworden, gaan we even testen. Oh, even kijken hoe dat gaat. Kom eens hier, lievertje. Ik weet dat je een beetje slaperig bent. Even je jasje aantrekken. Dat is zo mooi. Hij doet heel slap als hij iets aan moet. Kijk. Volgens mij past die.
Je kleine Binky. Oh, dit moet een beetje opgeslagen worden zo. Hij past hem goed. Het zit niet te strak hier. Lekker warm. Nou, voor het hele slechte weer heeft deze meneer jas. Luilak. Nou, ik vind het... Kijk, dit moet er nog af. Maar we kunnen hem open doen. Tot ongeveer daar waar hij moet zitten. Vind je het mooi, lieverd? En als het heel slecht weer is, dan kunnen we dit doen. Oh, ben je mooi. Nou, ik vind hem geweldig. Ik vind hem geweldig, Pinky. Ja. Nou, heeft zijn jas aan. De jas is klaar. En dit kan helemaal omhoog. Als we denken van nou, het wordt echt slecht. Wel de korte mouwen. Ja, korte mouwtjes. Ja. Maar ja, hij loopt altijd door de bagger. Hè. Dus... Ik vind hem wel aardig van een oude jas van mij. Tenminste, was het niet eens een oude jas. Oh ja, yeah. Yay! Nou wordt het naar buiten. Ja, braaf. Goed zo, lieverd. Ja, een beetje in de draad houden. Hij vindt sneeuw zo leuk. Ben je mooi? Ben je mooi? Het is min 2,5 met een harde wind. Brrr. Ik ben bezig met het verwerken van de laatste snijbiet aan de voorkant. Hier heb ik al het afval. Hier heb ik wat ik aan het wassen ben. Hier in deze tas zit nog een rest. Nou, die peentjes die zijn ook op een eind, maar als je ze schilt krijg je toch goede peentjes, dus die gaan de soep in. Aardappels heb ik gemoest en hier in deze pan heb ik ook snijbiet die ik aan het blancheren ben. Die gaat door de aardappelmoes heen en dan hebben we weer voor een paar dagen eten. Allemaal nog steeds uit de tuin. Het is vierde week november. Oh, dan gaan we december al in. Jee, gaat veel te snel, hè Geer? We zijn in het nieuwe jaar. Heb je zin in? Nou, ik heb wel zin in het nieuwe jaar hoor. Laat mij maar gewoon weer richting lente gaan. Zo mooi. Ja. Gertje is bezig met het lassen. Het lassen niet. Maar het solderen van het warmtesnoer. Hij heeft er een autostekker op gemaakt. Omdat die aangesloten kan worden op de installatie van de windmolen. En zo hopen we dus het water van de kippen ontdooid te houden. Ja, spannend. Ja. Nu is het bevroren. Hij heeft gewoon nog geen tijd gehad. Maar goed, wat is er? Wat zoek je? Je bril, je hebt een bril nodig om je bril te zoeken. Lullo. Er wordt weer geklust en gekleuterd. Vanaf deze etage zeggen we tot de volgende weer. Later. Bye bye. Vind je onze video's leuk? Kijk dan ook deze even. Hey, vergeet niet een duimpje omhoog te doen en we zien elkaar. Bye, tot de volgende!